Ik sta hier naast het schilderij met het portret van Gracia Klant. Dat is haar meisjesnaam en ze is getrouwd met Tjarda van Starkenborgh. Het schilderij komt uit de collectie van het landgoed Verhildersum en daar hangt het samen met de lijst in de eetzaal. Mevrouw Klant is ongeveer geschilderd zo rond 1630, 1660. Het is niet precies duidelijk. Het schilderij is aangeboden voor restauratie aan het atelier, waar ik samen met Maria Albrecht aan zal gaan werken. We zijn nu nog in de beginfase. Als eerste, als een schilderij in het atelier komt, wordt het gefotografeerd. We fotograferen bij daglicht en bij UV-licht. Onder UV-licht kan je heel goed zien waar alle overschilderingen zitten en wat voor soort vernis erop zit en hoe die is aangebracht. Naast overzichtfoto's maak ik ook altijd detailfoto's van belangrijke onderdelen, belangrijke schades, belangrijke details. En dan wordt er een rapport opgesteld van welke behandeling we denken te gaan uitvoeren. Dit portret is ondertussen ook al in detail gefotografeerd en het is onder de microscoop bekeken. Bij het onderzoek onder de microscoop hebben we ook details bestudeerd en hebben we de originele verflaag blootgelegd en dat hebben we gedaan met een scalpel. Meestal zijn dat blokjes van 1 bij 1, 2 bij 2 centimeter. In de hand, op het muurtje steunend, is een blokje vrijgelegd met een scalpel. En daar is een dikke overschildering verwijderd en een dubbele vernislaag. Die allebei een andere fluorescentie hebben en dat betekent dat er dus twee verschillende vernislagen op zitten. Helemaal boven, in het gordijn aan de rechterbovenhoek, zijn ook twee kleine testjes uitgevoerd. Daar is eveneens veel overschildering verwijderd. We hebben ook testjes in het gezicht uitgevoerd, naast de neus. Daar was duidelijk te zien dat het schilderij overschilderd is met een olieverf, oranje roze. En wat we daar onderaan treffen is een vrij schrale, dunne, originele verflaag met zwarte puntjes en dat zijn de puntjes van het doek. Het doek is vrij donker en dat komt omdat dit schilderij bedoekt is. De reden dat het bedoekt is, is eigenlijk wel duidelijk te zien. Hij zit hier een grote scheur en daarnaast hebben we hier een hele grote vulling. Die al een deel verwijderd is om te kijken hoe de situatie eronder is. Dit zijn niet de enige scheuren. In de rechteronderhoek zit ook een vrij grote scheur. Ik zal even de achterkant laten zien van het schilderij. Dit is dus niet het originele schilderslinnen. Dat is het toegevoegde doek. Hier hebben we een stukje van het originele doek. En hier hebben we een stukje van het doublagedoek. De hechting is hier aan de rand niet optimaal. Ook dit spieraam. Dit is de spie. Het spieraam is nieuwer dan het schilderij. Dus nadat er een ander doek achter is geplakt met een mengsel van was en hars, is het op dit raam gezet. Dat de naam achterop staat, is dus door degene, de restaurator die dit gedaan heeft, aangebracht. Dit zijn resten van tape. We zien twee tape-resten. Een gele, bruine en een blauwe. Het vermoeden is dat er dus ook al twee restauratiesessies hier aanwezig zijn. De restauratie wordt uitgevoerd onder begeleiding van een commissie. In de commissie zit een conservator en een restaurator die ons adviseren, meedenken in het restauratieproces. Op het moment hebben we kijkvensters gemaakt op verschillende plekken in de lucht, in het achtergrond waar het landschap nog maar vaag zichtbaar is. Hier staat een figuur in de tuin. Het is waarschijnlijk een park. Ook bij de hand.
is een venster gemaakt. In de andere mouw hebben we vensters gemaakt voor de mouw en de achtergrond. En ook in het gezicht hebben we dit onderzoek verricht. De informatie die we hierbij verzamelen zal ons verder helpen in het restauratieproces. Het is wel duidelijk dat dit schilderij in het verleden zwaar heeft geleden. Veel overschildering, veel scheuren, twee dikke lagen vernis en daaronder een behoorlijk sleetse verflaag. Dit is de fase waarin we alles verwijderen. En als straks het doek zonder de oude toevoegingen is, strip state, dan gaan we kijken hoe we de verflaag weer gaan opbouwen. Ik ga nu een klein testje doen om te laten zien hoe zo'n kijkvenster gemaakt wordt. Daarvoor hebben we een reinigingsmengsel gemaakt. Volgens de Modular Cleaning Program. En dat is een gel waarin zowel water, reinigingsmiddel zit als een oplosmiddel. Het is duidelijk dat hier een dikke overschildering in de hals zit. Ook op de kraag is veel verf extra aangebracht op de originele verflaag. Mijn gel is wit, maar je ziet nu al dat hij langzaam grijzig bruinig wordt. Dat betekent dat ik het vernis beetje bij beetje begin op te lossen. Het is niet in één keer dat het vernis oplost en de overschildering verwijdert. Zeker 4 keer is nodig om de gehele overschildering weg te halen. Tijdens het werk kijken we ook iedere keer met een UV-lamp om te zien hoeveel van de overschildering nog aanwezig is. Zodra we zien dat we op de verflaag, de originele verflaag, zijn beland, stoppen we het reinigingsproces. Ik zie ook dat mijn watje roze wordt en het grijs van de sjaal. En hier zie je al die kleine, zie je die vlekjes? Die vlekjes, dat is allemaal die olieverf. Is wel duidelijk. Hier blijft nog wat achter. Hier gaat hij er al af. En hier zie je gewoon dat die kaal is, hè? Dan zie je het linnen. Dit is al die overschildering, die olieverf. Kijk, komt die gewoon los. Ja, hier. En dan zie je de krakelee weer tevoorschijn komen van de originele verflaag. Kijk,
Dit is origineel. Dit is je overschildering. Dit is origineel, de schaduw. Dus heel dun. Want je ziet het linnen er doorheen. Hier zie je origineel tevoorschijn komen. Met de barstjes. En dit is weer een restje overschildering.